Mede door het toenemende geweld in het land is de regering van Chili afgetreden. Een gecombineerde synodevergadering moet een uitspraak doen over hereniging van hervormden en gereformeerden. De Groningse commissaris Von Hof is verontwaardigd over de houding van minister Smit in de zaak van de PTT-verhuizing naar het noorden. Goedenavond, dames en heren. Het hele kabinet van Chili is vandaag afgetreden. Dat is niet het gevolg van politieke verschuivingen, maar van het toenemende geweld en de ordeloosheid in het land. Zelfs eenheden van politie en leger worden openlijk aangevallen. Minister Garpa van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de handhaving van wet en orde, trad het eerste af. Hij deed dat omdat de dialoog die hij voerde met de oppositie tot niets had geleid, wat hij president Pinochet verweet. Direct nadat Garpa was afgetreden, trad het hele kabinet af om, zoals dat heet, de president gelegenheid te geven orde op zaken te stellen. Maar die orde raakt in het land steeds verder zoek. Zondag heeft een aantal mensen, van wat militaire oppositie wordt genoemd, een bomaanslag gepleegd op een politiepost in de Chileense hoofdstad. Ze gooiden eerst handgranaten om de glazen gevel te vernielen en gaven toen een groot aantal salvo's met machinegeweren. Eén politieman werd onmiddellijk gedood, een ander overleed in een ziekenhuis. En terwijl de militaire oppositie aanvallen doet op politieposten, kazernes en militaire auto's, trekken ook duizenden demonstranten door de straten. Deze week om de invoering van democratie te eisen. Dat alles leidde tot een gezagsondermijning waardoor het kabinet besloot af te treden. Pinochet moet nu een nieuwe ploeg samenstellen die in elk geval in staat is rust te brengen in het land. In Lunteren is vandaag de gecombineerde vergadering begonnen van de hervormde en gereformeerde synode. Die synode moet zich morgen uitspreken over een belangrijke stap, de intentieverklaring tot de hereniging van beide kerken. De gereformeerden scheiden zich af in het jaar 1834. De feitelijke hereniging wordt niet verwacht voor 2020, over 36 jaar dus. Op de eerste dag vele sprekers die hun visie gaven op het toekomstig samengaan van hervormde en gereformeerde. Eén dominee zei: het is alsof we een huwelijkscontract opstellen waar nog een partner moeten vinden om verliefd op te worden. Toch zijn de voorzitters van beide generale synodes positief gestemd over de dag van morgen. Dominee Kouwenhoven. Ik denk dat de synode in overgrote meerderheid zich zal uitspreken voor dit proces samen op weg. Er wordt een fase afgesloten. Nu zullen overal in het land de plaatselijke gemeentes zich kunnen uitspreken. En het materiaal wat op tafel ligt en wat, naar ik hoop, door de synode wordt aangenomen, biedt voldoende gelegenheid en stof te over voor plaatselijke kerken om zich te bezinnen. De enige moeilijkheid, heb ik begrepen, zou kunnen komen van de gereformeerde bond die bij de hervormde kerk hoort. U hoort er ook bij. Wat verwacht u daarvan? Ik verwacht dat de hervormde kerk heel kritisch zal kijken, de gereformeerde bond in onze kerk heel kritisch zal kijken naar het proces van Samen op Weg, maar zeker zal meedoen. De regeringspartijen, CDA en VVD, steunen de plannen voor de financiering van de kinderopvang, zoals die vandaag in het compromis van de wet tweeverdieners zijn vastgelegd. Dit bleek vanavond tijdens een commissievergadering in de Tweede Kamer. Een financiële regeling voor de opvang van kinderen wordt gezien als een belangrijk middel om te komen tot gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Daarom is ook in het vandaag bereikte compromis over de wet tweeverdieners vastgelegd dat de kosten van crèches en dergelijke leiden tot een extra belastingaftrek van 750 gulden. Daarnaast komt er 15 miljoen om experimenten met kinderdagverblijven mogelijk te maken. Tijdens de commissievergadering bleek vanavond dat de meerderheid best meer geld hiervoor zou willen hebben. Daarnaast wil de Kamer de zekerheid dat het niet om een eenmalige regeling gaat. Maar minister Brinkman riep de Kamer op het compromis niet opnieuw open te breken. Ik heb zojuist in eerste termijn met veel nadruk gezegd dat het kabinet dit een buitengewoon mooi voorstel vindt. En niet onmiddellijk ziet dat de Kamer hier nog verandering in zou kunnen brengen, gelet op de stand van het debat. Deze week gaat de behandeling van die wet tweeverdieners verder. Het definitieve oordeel van de commissie is officieel tot na dat debat opgeschort.
In felle bewoordingen heeft de commissaris van de Koningin in Groningen, de heer Vonhoff, zich gekeerd tegen minister Smit van Verkeer en Waterstaat. Inzet is de spreiding van een deel van de centrale directie van de PTT naar Groningen. Volgens Vonhoff heeft de minister zich buitengewoon deloyaal en onbetrouwbaar gedragen. Minister Smit geeft over het liberaal overleg afgelopen donderdagnacht een totaal andere uitleg dan is afgesproken over de PTT-spreiding, zo liet commissaris Vonhoff vandaag weten in een kranteninterview. De VVD'er Vonhoff is ernstig ontstemd over deze zaak. Als VVD'er ben ik betrokken geweest bij een overleg van donderdag op vrijdag. Daaruit is een bepaald resultaat gekomen. En ik heb moeten constateren dat dat resultaat vrijdagochtend door de minister al anders geïnterpreteerd werd voor het beraad van het kabinet uit dan wij het van donderdag op vrijdag waren overeengekomen. Als ik dan een concrete aanleiding zie dat ook de heer Wit daar zijn eigen opvattingen over heeft, dan trek ik aan de bel en heb ik niet het vertrouwen dat deze minister van Verkeer en Waterstaat zo'n overeenkomst loyaal en betrouwbaar uitvoert. En aan die zorg heb ik als liberaal uiting gegeven. Is met deze gang van zaken het VVD-overleg gefrustreerd, meent u? Ik ben wel argwaan, want het is dezelfde argwaan, dunkt mij, die staatssecretaris Scherpenhuis had en die vrijdag al aan de noodrem trok, zoals de minister-president ook heeft gezegd. En ik moet zeggen, zeker gezien het verleden, dat ik uiterst ongerust ben. Er is in ieder geval werk weggelegd voor de Tweede Kamer. 21 steden verwachten dat de stadsvernieuwing in de knel komt. Nu blijkt dat staatssecretaris Broks minder geld wil geven. De steden zijn bang voor grote vertragingen in de bouw. Een van die 21 steden is Den Haag. Deze gemeente was 85 miljoen toegezegd voor volgend jaar. Maar in de praktijk gaat het bijna 30 miljoen gulden minder worden. En dat komt omdat de staatssecretaris het landelijk fonds voor de stadsvernieuwing verkleind heeft. En tegelijkertijd meedeelde niet alle gemaakte kosten meer te zullen vergoeden. Voor de begroting van volgend jaar zal dat de stadsvernieuwingsgemeente 482 miljoen gulden aan rijksbijdrage gaan schelen. Een halvering van het budget. Dat betekent heel concreet dat een groot aantal plannen die we voorzien hebben voor 1985, waar we ook in wijken afspraken voor hebben gemaakt om in 85, 86 en verder te komen tot de uitvoering, dat die plannen moeten worden getemporiseerd. En dat betekent dat er langzamer gewerkt moet worden in de stadsvernieuwing. De 21 gemeenten hebben de Tweede Kamer nu een brief geschreven om aandacht te vragen voor de problemen. Wat we van de Kamer willen horen is dat ons programma voor 1985 veiliggesteld gaat worden. Wij vinden dat dat bijvoorbeeld gevonden zou kunnen worden in gelden die ter beschikking worden gesteld van de werkgelegenheid. Want het is natuurlijk te gek om plannen die klaar zijn, die werkgelegenheid opleveren, stop te zetten en elders werkgelegenheidsgelden in te zetten. We denken dat op die manier een oplossing gevonden kan worden. De Britse kolenraad heeft gezegd dat vandaag 710 stakende mijnwerkers weer aan het werk zijn gegaan. Volgens een regeringswoordvoerder is dit een duidelijk teken dat de 8 maanden durende mijnstaking op zijn eind loopt. Maar in Sheffield vergaderde de Nationale Bond van Mijnwerkers over de wegen om de stakingsacties te verharden. Een verslag uit Londen van Peter Brussen. Mijnwerkers waren naar Sheffield gekomen om de gedelegeerden voor de speciale conferentie te overtuigen dat zij na 8 maanden staking nog altijd niet bereid zijn tot concessies. Er mag geen mijn dicht, vinden zij. Een gematigd bestuurslid die een stemming onder de mijnwerkers wil over de staking werd uitgejouwd en moest met behulp van de politie hardhandig naar binnen worden geloodst. Toen kwam Artis Cargill, de mijnwerkersleider, de held, die ook in de conferentiezaal zorgde voor een solide front van volharding. Bij de mijnen zelf posten de stakers in de koude novemberochtend. Hun taak wordt zwaarder, niet alleen vanwege het winterse weer, maar ook omdat de staatsmijnen mijnwerkers met een verleidelijke kerstbonus terug aan het werk willen brengen. En vandaag melden zich 710 nieuwe werkwilligen, meer dan tevoren. In totaal zijn nu 6000 stakers weer aan het werk gegaan, naast de 54.000 die nooit gingen staken. Maar meer dan 100.000 mijnwerkers, de grote meerderheid, blijft staken. Het eind van de staking is nog lang niet in zicht. Een felle brand heeft in het centrum van Venetië 2 eeuwenoude gebouwen verwoest. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.
De twee gebouwen in het oude historische centrum van Venetië dateerden uit de 15e en de 16e eeuw en stonden niet ver van het beroemde San Marcoplein. De brandweer bestreed het vuur met veel stralen en maakte gebruik van de blusboten aan de achterzijde van de gebouwen. In één was een sporthal en sauna gevestigd. Daar is de brand vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Volgens de politie is het de ergste brand in het centrum van Venetië sinds een muziekconservatorium in 1950 afbrandde. Volgens de autoriteiten hadden deze gebouwen echter geen speciale historische of kunstzinnige waarde. Ongeveer 50 bewoners zijn door de brand dakloos geworden. Morgen gaan de Amerikanen naar de stembus om onder andere een president te kiezen. Er zijn ongeveer 125 miljoen kiesgerechtigden. En volgens de laatste opiniepeiling heeft Reagan een ruime voorsprong op Mondale. Maar Mondale zegt dat hij een grote politieke verrassing verwacht in zijn voordeel. Haye Thomas over de laatste stand van zaken nu. President Ronald Reagan ziet er opgewekt en vol vertrouwen uit en maakt helemaal de indruk dat hij nu ook zelf niet meer twijfelt aan zijn overwinning. Daarom onbezorgd samen met vicepresident George Bush als twee vrolijke spuitgasten in een antieke brandweerauto van Chicago. Heel zijn zelfverzekerdheid droeg hij ook naar Minnesota, de thuisbasis van Walter Mondale en een van de weinige staten waar hij volgens de opiniepeilingen achter ligt. Hij gaf er zelf weer eens een van zijn schaarse persconferenties. In ieder geval naar buiten, ook bij Walter Mondale, geen gebrek aan zelfverzekerdheid. Zijn campagne draait in de finale op volle toeren. En zelfs in Texas, waar de peilingen hem geen schijn van kans geven, trok hij een massaal publiek. Daarom houdt Walter Mondale vol dat hij morgen voor grote opschudding zal zorgen en alle sombere voorspellingen zal logenstraffen. De laatste voorspellingen geven Ronald Reagan een voorsprong die varieert van 10 tot meer dan 20%. Voetbal. René van der Gijp gaat naar PSV. Na langdurige onderhandelingen is de Eindhovense eredivisieclub het eens geworden met Lokeren over de komst van Van der Gijp, die aanstaande zaterdag zijn debuut maakt in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Welke transfersom PSV heeft betaald voor de 23-jarige Van der Gijp is niet bekendgemaakt. En dan nu het nieuwsoverzicht. De ruzie tussen de regeringsfracties in de Tweede Kamer over de tweeverdieners is in een compromis geëindigd. Het compromis behelst een arbeidstoeslag van €387,50... precies tussen de wensen in van CDA-fractieleider De Vries en VVD-leider Nijpels. Het nu aanvaarde voorstel van het kabinet stemt het CDA tot tevredenheid, omdat mensen met een uitkering een verhoogde belastingaftrek krijgen, en de VVD is tevreden omdat er meer belastingaftrek komt voor kinderopvang. De Landelijke Huisartsenvereniging wil de praktijk van huisartsen verkleinen van gemiddeld 2300 patiënten naar 2000. Minder patiënten, minder volle wachtkamers, maar meer tijd van de huisarts voor de patiënt. Door dat plan zouden nu werkloze artsen aan de slag kunnen. De regering zal die praktijkverkleiningen moeten betalen, vindt de LHV. Rijkswaterstaat gaat morgen op de Noordzee chloorgascilinders onschadelijk maken die 5 jaar geleden van een schip zijn geslagen. Op de Noordzeebodem zullen de cilinders met zeer giftige inhoud tot ontploffing worden gebracht. De onzichtbare chloorgaswolk zal zichtbaar worden gemaakt door toevoeging van ammoniak. Rijkswaterstaat oefende hier al mee. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat gemeenten volgend jaar een 38-urige werkweek moeten kunnen invoeren. Steden als Amsterdam willen daar op 1 januari al mee beginnen. Minister Rietkerk is tegen zo'n kortere werkweek van gemeenteambtenaren. PvdA en de regeringspartijen CDA en VVD zijn voor. In Nicaragua hebben de aanhangers van de FSLN, de Sandinisten, de overwinning opgeëist in de algemene verkiezingen die gisteren zijn gehouden. Naar het lijkt met ruim 60% van de stemmen, minder dan verwacht, maar de feestvreugde mocht er zijn. De weersverwachting geldig tot morgenavond. Veel bewolking en vooral vannacht en morgen af en toe regen. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden, minimumtemperatuur omstreeks 6 graden. Vannacht nog weinig wind. Morgen matige, langs de kust vrij krachtige oostelijke wind.
De vooruitzichten van woensdag tot en met zaterdag, half tot zwaar bewolkt en af en toe regen. Middagtemperatuur rond de 11 graden. Einde van deze journaaluitzending. Dames en heren, goedenavond.